kiezen? De roze of de zwarte schoenen? Lisanne, help. Welke van deze twee schoenen moet ik nu kiezen? Maak je eerder druk over het onderwerp van deze week in plaats van die schoenen. Misschien een voedselbank of gezond eten. Kiezen! Keuzes maken. We doen het iedere dag. Van beslissen wat je 's ochtends aan gaat doen tot het maken van je studiekeuze. Bij kleine alledaagse dingen heb je vaak niet eens door dat je keuzes maakt. Je maakt ze onbewust. Bijvoorbeeld of je die dag chocoladepasta of pindakaas op je brood wil doen. Of welk televisieprogramma je die dag wil kijken. Maar over sommige keuzes moet je goed en lang nadenken. Bijvoorbeeld over de keuze welke studie je gaat doen. Die is heel belangrijk en moet je heel goed met je ouders bespreken. Maar ook over de keuze of je voor een proefwerk gaat leren of toch naar dat ene leuke feestje gaat. Keuzes maken kan lastig zijn, want wat als je de verkeerde maakt? Zou het als je het andere hebt gekozen het beter zijn gegaan? Hi, welkom. Frans, kan ik mondje open? Mevrouw Beels. Gaat u lekker zitten? Nou mevrouw, we hebben de resultaten binnen van het onderzoek en het blijkt dat u een ontsteking heeft achter bij uw kiezen en dat betekent dat we uw achterste kiezen zullen gaan trekken. Maar dokter, kan ik dan niet meer kiezen? Ja, doe maar weer opnieuw. Wie heeft die drummer dan nog ingehuurd? Jongens! Er bestaan heel veel verschillende fobieën. Een fobie is een angststoornis. Ook kun je een fobie hebben om keuzes te maken. Dit heet decidofobie. Decido betekent in het Italiaans, ik besluit. Decidofobie is dus een angst om besluiten te nemen en keuzes te maken. Ik kan niet kiezen! Moet ik nou de blauwe jeans of Stonewash Slim Fit Limited Edition Japanse denim kiezen? Ik kan nooit kiezen. Misschien ben ik wel ziek of zo. Waarom denk je dat nu weer, prinsesje? Er bestaat geen ziekte waarbij je niet kan kiezen. Decidofobie! Ik heb decidofobie! Maar wat is dat dan weer, prinsesje? Hoe weet je nu wel dat je dat hebt? Ja, dat staat hier. Op internet. Oké, wat kun je er dan tegen doen? Weet ik veel? Je bent toch geen dokter of zo? Ik krijg er honger van. Omroepen, haal ze wat eten voor me. Oké dan, prinsesje. Wil je dan pizza of pannenkoeken? Doe maar pizza, Hawaii. Maar zonder ananas. Maar prinsesje, je maakte net een keuze. Dus je hebt geen decidofobie. Ja, ja. Oh. Bijna iedereen wil bij een groep horen. En zich dan ook aanpassen aan de waarden en normen van die groep. Dat wordt ook wel een beetje van je verwacht. Op zich is er niks mis met de groepsdruk als je maar prettig blijft voelen bij wat je doet. Groepsdruk kan heel positief zijn. Als je bijvoorbeeld besluit met je vrienden een voetbaltoernooi te organiseren, kan je spreken van positief groepsdruk. Bewegen is leuk en gezond om samen te doen. Dus als je vriendjes allemaal gaan voetballen, ga je waarschijnlijk niet in je eentje bij de bankjes hangen. Je doet gewoon gezellig mee. Groepsdruk kan ook negatief zijn. Dit gebeurt er wanneer je iets doet waar je het eigenlijk helemaal niet mee eens bent of waar je niet helemaal achter staat. Denk aan vernielen en pesten. Wanneer mensen je proberen over te halen, blijf dan echt stevig in je schoenen staan en laat je niet overhalen om mee te doen. Hey mam, ik moet je iets vertellen. Ik zit er al een paar dagen mee. Het is zeg maar zo, elke keer als ik een keuze moet maken, dan ga ik hyperventileren, val ik op de grond neer. En ik heb het dus opgezocht op internet. En het is decidofobie. En ik weet niet wat ik mee moet, maar ik vond echt dat ik het jou moest vertellen. Maar moet je naar een dokter? Of naar een psycholoog? Een goede manier om te beslissen is om een stoplicht te maken. Dus, dan ben je bij rood. Moet je wachten. Zeg je, hey jongens, even wachten. Gewoon nadenken. Ga je naar oranje. Moet je nadenken. Moet je alle voor- en nadelen goed overwegen. En dan maak je je keuze.
Nou, heb je dat gehad, dan ga je naar stap 3. Dat is groen. En dan heb je je keuze gemaakt, dan zeg je, ik wil dit doen en dan blijf je daarbij. Je gaat niet zeggen, nee, toch niet, omdat iemand anders dat zegt. Bij je eigen keuze blijven, want dat is het beste. Ik sta nu al een half uur in de rij. Het wordt echt eens tijd dat ik iets kies. Hallo meneer, welkom bij McDonald's. Mag ik uw bestelling alstublieft? Ik heb geen idee wat ik bestellen zou. Ik kan net zo goed kiezen als die plant. Dat ik deze dood probeer, dat is best wel tragisch hoor, maar ik hoef geen therapie op de bank. Kijk, ik heb een groot probleem hier. Er zijn mijn keuzes dan ik kiezen kan. Van een salade tot een Big Mac menu. Ja, wat wil je nou dat ik pak? Dat weet ik ook niet. Daarbij, ik kan niet kiezen. Ik kan echt niet kiezen. Nee, ik kan niet kiezen. Ik kan niet kiezen. Dat meen je toch niet? Dat meen je niet. Kiezen is alles wat je hier doet. Je hebt je denktijd gehad, meneer, maar nu moet je toch echt iets. Man, schiet er eens op. Ik denk dat jij niet echt goed luistert. Zeg maar, ja, dat doe ik niet. Dus voor de laatste keer, ik hou het niet meer. Zeg je toch, ik weet het niet. Ik wil geen quarter pounder, slurpen op een milkshake. Misschien een rap, die zijn altijd wel goed. Maar van frietjes, daar ben ik geen fan. Daarbij, ik kan niet kiezen. Ik kan echt niet kiezen. Kiezen? Nee. Ik kan niet kiezen. Ik kan echt niet kiezen. Ik kan niet kiezen. Wat een dilemma. Ik kan echt niet kiezen. Kijk, je moet echt kiezen. Ik kan niet kiezen. Maar je kunt een McFlurry nemen. Nee, ik kan niet kiezen. Ik kan niet kiezen. Maar je weet toch wel iets? Nee, ik kan niet kiezen. Moet je kijken, iedereen moet wachten. Ik kan dus echt niet kiezen. Je zal toch grap wat iets moeten kiezen, meneer. Kom op. Kies even, hallo. Je moet toch echt kiezen, meneer. Ja, je moet nou echt gaan kiezen, meneer. Kom op. Maar ik kan niet kiezen. Oh, neem het gewoon niet meer, Fleury. Kan niet kiezen, kan niet kiezen, kan niet kiezen. Halleluja! Ik neem de McFlurry! Wat voor McFlurry wilt u?